Het is vrijdag. We hebben Refiel naar school gebracht en wij gaan even de vogeltjes in de tuin voeren, want het staat er een beetje verlaten bij. Het is natuurlijk een beetje zielig. Kijk, dit is natuurlijk een beetje sneu en ik zie nog steeds elke dag vogeltjes wachten hier. Dus we gaan het even lekker vullen voor ze. Wow! En dan mag je die erin doen. Daarin. Goed zo. En die ook. Moet jij even helpen, anders kan ik het niet. Hou jij hem vast? Oh, alles gaat ernaast. Ja, die doen we gewoon op de grond, hè? Ja, doe maar. Zo. Heel goed. En jij niet doen? Nee, ik vind wormen niet zo lekker. Goed zo. Hoppa. Kooi, kooi. Nou, dit is toch enig. Dit ziet er toch appetijtelijk uit. Laat me je vroos kijken. Je vroos kijken en? En koffie drinken. Koffie drinken. Zie je nu pas wat je mist? Nu sta je niet meer in geloof. Je moet ermee leven. Je kan er wel smeken. Maar zij is genoeg van je flauwe keul. Hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry, jouw eigen schuld. Kan je ook hartje? Maak me wakker, zeg maar. Ja, goed zo. Oh, jij hebt al die tijd, ja. Het is inmiddels 5 uur. Ik ga zo meteen uit eten met mijn ouders. Want mijn moeder is geslaagd voor een cursus op haar werk. Dus ik zei eigenlijk voor de grap, oké, dat vraagt om uit eten te gaan. En iedereen was het er mee eens. Dus we gaan uit eten. En ik heb mijn nieuwe oorbellen in. Dit zijn de Holly oorbellen. En dit is een samenwerking tussen Irina en Dots en Freckles. Maar ze zijn echt prachtig. Ik heb ook hele leuke gingerbread mannetjes gekregen. En ik wilde dit al eerder delen, maar het is er niet van gekomen. En als deze vlog online komt, is het waarschijnlijk zondag. Dat is ook de laatste dag dat de oorbellen te koop zijn. Dus ik zal eventueel een linkje in de beschrijving zetten. Maar dit is dus de laatste dag, als deze op zondag online komt, dat je de collectie kan bestellen. Daarna gaan ze eraf. Het komt ook niet in de sale. Dus dit is het. Neem dan echt even een kijkje. Ik vind ze zo super mooi. Het past eigenlijk totaal niet bij de outfit. Ik vond ze iets te leuk om niet te dragen. Ik zal beneden ook even die gingerbread mannetjes laten zien. Nu moeten we eigenlijk nog even Leo klaarmaken. Die is nog in pyjama. En dan gaan we lekker eten. Helemaal zin in. Ik heb nog thee. Oh, die is nog warm. Kijk, dit zijn nog de andere oorbellen. Die zijn ook echt heel schattig. Maar dit vind ik wel echt meer voor kerst. En die ik nu in heb, dat kan ook gewoon nu. Het is trouwens van Dots en Freckles. Echt heel erg schattig. Proost! Cheers! Het is de volgende dag en ik ben aangekomen in pakketjes Walhalla. Kijk hoeveel pakketjes. Het is echt niet normaal en dat is allemaal door kleine bedrijven gestuurd of door kijkers. Een tijdje geleden vroeg ik via Insta, hey, ik doe dit eenmalig. Eenmalig mogen kleine bedrijfjes of gewoon volgers mij een pakketje sturen of een brief of weet ik veel wat. Omdat ik heel vaak die vraag krijg, mag ik je wat opsturen? En vaak doe ik dat niet, omdat ik daar gewoon niet echt, nou ja, heel veel de tijd voor heb, om het zo te zeggen. En nu leek het me leuk om daar wel even de tijd voor te nemen. Dus de meeste dingen zijn al best wel lang binnen. Maar ik wilde wachten op het allerlaatste pakketje en die was een paar dagen geleden binnengekomen. Dus ik dacht, we gaan het nu lekker uitpakken. Dit is ziek. En dan heb ik niet eens aan iedereen het adres gegeven, want ik kreeg echt heel veel mensen die wat wilden sturen. Ik weet ook niet of ik dit een tweede keer ga doen, want degene die al deze pakketjes voor mij in ontvangst nam, die dacht ook, oké, stop maar. Dus ik zeg, ja, maar ik ben al gestopt. Ik heb niemand meer het adres gegeven. Er zitten ook een paar PR-pakketjes tussen, die ga ik ook gewoon lekker uitpakken. En ik ga gewoon beginnen. Ik denk gewoon letterlijk waar ik bij kan. Dit is van lettercadeau.nl. Ik zou zoveel mogelijk de linkjes in de beschrijving zetten. Leuk dat ik jullie deze cadeautjes mag opsturen. Veel plezier ermee. Alles is zo ontzettend schattig ingepakt. Kijk nou, volgens mij waren dit sleutelhangers. Ja, dat is zo. Kijk nou even hoe schattig. Ik denk dat ik dit aan hun tas ga doen. Dat is dus deze voor Revi. Echt heel schattig met die regenboog. Dat is die. Are you kidding me? Nog meer pakketjes.
Oké, dat waren nog 3 pakketjes. Er zit dus ook overal een snoepje bij. Hier hebben we Leo. Oh, ze gaan dit echt heel cute vinden. Ze kunnen hun eigen naam natuurlijk al lezen. Oh, deze vind ik heel mooi. Volgens mij vroeg ze inderdaad nog wat voor kleuren vinden ze leuk. Ik zeg, hun vinden alles leuk. Ik hou van neutraal, zo neutraal mogelijk. Deze komt zeker aan mijn sleutelbos. Dus dit hebben wij ontvangen van lettercadeau.nl. Dankjewel Demi, echt heel leuk. En ik kan natuurlijk niet overal te lang bij stil blijven staan. Dus ik hoop dat dat niet overkomt als dat ik ondankbaar ben. Maar dat moet nou eenmaal even, want anders is dit een hele lange video. Dit is van affirmatiekaarten voor kids. En zij stuurde mij een berichtje en ik was eigenlijk al wel klaar met iedereen het adres geven. Want ik dacht, ik moet nu stoppen. Maar tegelijkertijd dacht ik, ik moet dit hebben, want dit klonk zo mooi. Het zijn dus affirmatiekaarten en daar ben ik sowieso al heel erg dol op. Maar dit is dus speciaal voor kinderen. Ik kan alles als ik het maar probeer. En ik kan het. Dat is wat ik hun standaard aan het leren ben. En ik smelt echt als ik ze boven hoor spelen. En Leo wil bijvoorbeeld van iets afspringen. En hij durft niet dat hij tegen zichzelf zegt, ik kan het. En dan doet hij het. En dan denk ik echt, yes. Dit zijn dus affirmatiekaarten. En als je niet weet wat het zijn eigenlijk kleine zinnetjes waarmee je bijvoorbeeld de dag kan beginnen. De dag kan eindigen, dat kan ook. Of gewoon random op de dag. En er zit dus ook een houdertje bij. Dat als je dus de quote van de dag erin zet, dat je hem meerdere malen kan herhalen. Pak er even random eentje uit. Ik ben slim en bedenk oplossingen. Kijk hoe schattig dit eruit ziet. En dat zet je dan hierin. En dan kan je dat dus samen herhalen. Ze moeten dat dan ook eigenlijk hardop zeggen. Maar van binnen mag ook. Heel erg leuk en ook super bijzonder bedacht. Ik denk dat dit ook een heel leuk idee is voor de feestdagen om cadeau te doen. Een dikke aanrader. Helemaal geweldig. Dan hebben we hier. Er staat geen afzender op. Oh, kijk nou hoe geweldig dit ingepakt is. Thank you for supporting my small business. Nou, met liefde. Oh, een vlinder. Oké, dat is een hele lange tekst. Eerst wil ik je heel erg bedanken voor deze geweldige kans dat je aan mensen zoals mij geeft. Zoals beloofd stuur ik je deze kaarsjes op. Hopelijk vind je hem leuk. Oh, de geur die hieruit komt, jongens. Oh, wat is hier prachtig. Ik mocht dus zelf een kaarsje uitkiezen en ik had dus deze gekozen. En toen zij zei, ja, die had ik ook in gedachten voor je. Dus dat vind ik sowieso al heel erg leuk. Kijk hoe prachtig dit eruit ziet. Ja, dit schreeuwt gewoon eigenlijk mijn naam, vind ik. En de geur is echt precies wat je hierbij verwacht. Als je dit ziet, dan kan je al bedenken hoe dit ruikt. Het is zo lekker. En nog een kaarsje van een sneeuwvlok. Deze vind ik ook echt heel erg mooi. Deze ruikt gewoon naar wax, dus die heeft verder geen geur, maar wel echt heel erg mooi. De kaarsen komen trouwens van Fenient Design. Ik weet niet hoe je dit uitspreekt, I'm so sorry. Ik zou het ook weer even linken. En als er geen website is, dan probeer ik altijd even de Instagram erbij te zetten. Dan de volgende, en dit is ook echt super leuk ingepakt. Dit pakketje komt van House of Natural Beauty. Volg je al een tijdje en zijn fan van je content. We willen je graag een momentje voor jezelf gunnen met deze heerlijke huidverzorging. En voor je kids een lekkere douchegel en body lotion. Oh my god, ik heb geen kerstcadeautjes meer nodig. Oh mijn hemel, wat veel! Ik gok dat deze twee voor de kinderen zijn. Dit is Laboratoire de Bia Rits. En dit is dus voor lichaam en haar. En dit is voor face en body. Is deze wel voor kinderen? Ja, voor bebé. Dat zijn die twee. Oh, dat vind ik echt zo leuk. Er zit een scrub in. Ik hou van scrubs. Een shimmer body cream. Oh, daar hou ik van. Tijdens de feestdagen. En nog een mini shower gel. Een radiance scrub. Oh, je wil niet weten hoe dol ik ben op scrub. Ik denk dat deze dan voornamelijk voor het gezicht is. Ja, voor het gezicht. En die andere is dan voor je lichaam. En het zijn dus helemaal natuurlijke producten. Veilig om te gebruiken. Een masker, een nachtcreme en een cleansing milk. En in mijn vlogs hoor je mij regelmatig zeuren over een extreem droge huid. Dus ik hoop dat dit zijn werk gaat doen en dat ik daar een beetje van afkom. Maar dan neem ik je natuurlijk in mijn vlogs in mee wat er werkt. Omdat ik merk dat heel veel mensen daar dus last van hebben. We gaan
naar deze. Lieve Rebecca, hier bij de pompoensjam. Oh, dat is zo leuk. Dat is trouwens niet zelf gemaakt. Zij kwam langs zo'n steentje, weet je wel, wat vaak boeren doen bijvoorbeeld. Die hebben toch dan hun eten buiten staan, dat je kan kopen. Nou, ik weet niet hoe ik dat uitleg. Wij hebben hier ook de eierautomaat bijvoorbeeld. En zij zag dus pompoensjam staan. En ze dacht gelijk aan mij. Oh nee, oh, ik dacht het is stuk, maar dat is het niet. Ik heb nog wat meer dingetjes meegestuurd, waaronder een van mijn favoriete kaarsjes. Die ruikt heel lekker. Ah. En dit heb ik dus gekregen van Marjolein. Oh, wat is dit, wat leuk. Chocolademelk met speculaassmaak. Oh, kijk dan. Dit is heel cute. Er zit dus chocola in en ik weet niet, nog meer chocola met speculaassmaak denk ik. Dat ga ik straks doen met de jongens. Dat vind ik heel leuk. Een robijnkaarsje. Oh, die ruikt inderdaad wel lekker. Ik zou hem niet uitkiezen, maar ik zou hem zeer waarschijnlijk wel gewoon gaan branden. Echt zo lief dat dit er gewoon als extra bij zit. Oh, oh, hier heb ik zoveel zin in. Dit ziet er zo lekker uit. Crunchy karamel. Ik ga het niet nu eten. Ik wil het wel heel graag nu eten, maar dan zit ik de hele tijd weer met die stukjes. En hier dan de jam. En weet je wat ik gewoon het allerleukst vind? Dat jullie dus iets zien met pompoenen en aan mij denken. En dat jij dus bij een steentje pompoensjam zag en je denkt aan mij en je neemt het voor mij mee. Hoe bijzonder is dat? Het is dus jam met pumpkin smaak. Dit is echt leuk. Pompoensjam. Daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Dit ga ik ook testen in een vlog. Dat lijkt me echt heel erg leuk. Dan hebben we hier het volgende. Dit is van Wax Melts bij Rose. Al jullie teksten erbij is zo leuk. Liefs van Rosalie. Wax Melts bij Rose. Nou, ik ben heel benieuwd. Zo cute. Pecan pumpkin waffles. En dan zijn het dus allemaal kleine pompoentjes. Kijk nou even hoe schattig dit eruit ziet. Ik moet dit even ruiken hoor. Oh mijn god. Oké, dit ruikt echt niet normaal lekker. Dan hebben we ook nog de apple toffee smaak. Smaak, geur. Ik zou het niet eten. Pumpkin latte goes nuts. Kijk nou hoe schattig. En echt goddelijk. Mijn god. Fresh snow. Over het algemeen hou ik niet van frisse geuren. Maar wat hier uitkomt is heel lekker. En dan nog 3 mega waxbars. En hier ga je ook zo lang mee doen. Echt niet normaal wat je me allemaal gestuurd hebt. Heel erg leuk. Oh, daar gaat de apple toffee. En hier ga ik zeker gebruik van maken. Echt heerlijk. Ik ben al 29 minuten aan het filmen. Ik heb pas 5 pakketjes gedaan. Dan hebben we hier... Oeh, deze is... heel zwaar. Ja, oh, hier ben ik zo benieuwd naar. Ik ging dus eigenlijk helemaal stuk dat ik ook een pakketje kreeg van iemand die mayonaise maakt. Ja, hallo, maar hoe grappig is dat? Ik verwachtte sieraden, kaarsjes, kleding. Maar toen werd mij gevraagd, wil je onze vegan mayonaise proberen? En toen dacht ik, ja, let's go. Het is dus van Mayoneur. Vegan, lactosevrij, glutenvrij, GMO-vrij, 100% halal, egg-free en dus voor iedereen... mayoneur.com. Dit vind ik het einde. Dat ik nu mayonaise heb ontvangen, dat betekent gewoon dat ik het gemaakt heb in het leven. Kijk, ik heb mayonaise. Ah, ik vind het zo leuk. Ik vind het ook leuk. Het is gewoon helemaal echt. Ja, niet dat ik een nepflesje had verwacht. Ik dacht, wow, zo. Wat gebeurde hier? Ik dacht, ik ontvang gewoon 1 flesje of 1 potje. Maar we hebben ook mayoneur sriracha. Dat gaat Mitchell zo lekker vinden. Burger mayo met pickles en onions. Mayoneur met wasabi poeder. Black summer truffle. Ik hou van truffel mayonaise. Oh mijn god. Ik wist niet dat ze zoveel had. Oh, met mango. Dat lijkt me niet zo lekker. En dan met garlic. Oh mijn god. Oké, mayonaise zo eten is misschien niet heel erg... lekker, maar ik moet deze met truffel echt even proeven. Er zit 0,1% zwarte zomertruffel in. Maar het smaakt alsof er 90% in zit. Dit is zo lekker. Oh mijn hemel. Een vriendin van mij die is echt nog gekker op truffel mayonaise dan dat ik ben. En hoe leuk is het om dit dus cadeau te geven voor de feestdagen. En die burger mayo. Hallo, ik heb nu echt heel veel zin om vanavond een burger te maken. En dan die met pickles en onions erin. En het is dus allemaal vegan en lactosevrij. Nou, ik vind het echt heel erg leuk. Ja, dat ik gewoon mayo opgestuurd krijg. Nou, ik vind dat geweldig.
Dan hebben we hier nog een doosje. Dit is van, ik denk gewoon van iemand in plaats van een bedrijf. Ik verkoop de producten van Fedenico Mahora. Geen idee. Denk hierbij aan parfum, deo-rollen, scheurkaarsen en geurstokjes. Onze producten komen uit dezelfde fabriek als dat van bekende merken. De geur die erin zit is 900 Lost Cherry. Als dat die van Tom Ford is, dan ga ik gillen. En een geurkaars 993 Bitter Peach. Hoe cute ingepakt dit. Oh mijn god. Het Instagram account hiervan is geurkleur laagstreepje Michelle. Oeh, ik ben heel benieuwd of dit de geur is. Oh, het is hem. Oh, het is hem. Oh, deze wil ik al zo lang. Maar no way dat ik €335 ga betalen aan een luchtje. En deze zou dus €37,50 zijn. Dus dat scheelt nogal. €335 en €37,50. Als hij dan ook lang blijft hangen, dat weet ik niet. Dan is dit echt top. En er zit dus ook een hele geurlijst bij. En ze hebben heel veel geuren. Dus mocht je daar interesse in hebben, dan staat het natuurlijk ook even in de beschrijving. Dan nog een geurkaars. Oeh, heel mooi ook. Dit is prachtig in het interieur van Kim, waarmee ik naar New York was. Dat zie ik gelijk voor me. Oh, wacht even. Bij Bitter Peach had ik echt een nare geur verwacht. Maar dit is echt... Nou, ik vind het eigenlijk wel gewoon meer een sweet peach. Ik vind hem heel lekker. Het ziet er ook gewoon heel erg mooi uit. Oh, deze wil ik aandoen. Nee, ik ga het nu niet doen, want ik zit midden in mijn eigen chaos. Maar ik wil hem wel echt aandoen. Dit is van de dierenvriendin. Het is mij natuurlijk niet ontgaan dat jij zoveel om je katten geeft. Daarom krijg jij van mij dit leuke voerspel. Ze hebben dus voor bijna alle dieren wel wat te koop op dus dedierenvriendin.com. En ik ontving dus een spel. Ik ga het nu niet uitpakken, maar misschien zo meteen na deze video dat ik het nog even toevoeg hoe ze dit dan uiteindelijk hebben gedaan. Ik zie mijn katten altijd een beetje als niet zo hele slimme katten. Maar het zou me ook niks verbazen als ze dit binnen no time door hebben. En dan is dit heel erg leuk. Ik dacht dus dat ik gefilmd had. Had ik niet. Het duurde echt een kwartier voordat ze het door hadden. Maar vooral nu is Lily echt niet meer weg te slaan bij dat ding. Het is echt heel erg leuk. Gaan we even naar deze. Oh nee, dit is gewoon een pakketje wat ik zelf heb besteld. Nieuwe elektrolyten, wat ik dus altijd drink van Ultimus Nutrition. Dan heb ik hier nog een envelopje. Dan hier nog een lieve kaart. Pumpkin Spice and Everything Nice. Jullie kennen mij echt. Dit kaartje heb ik gekregen van Rianne en echt super lief wat je zei. Ik waardeer het heel erg. Dan hebben we hier een pakket van Liefs Floor. Oh ja, oké. Dit vind ik ook echt leuk. Snoepjes erbij. Die gaan daarheen voor de kinderen. Hopelijk vind je de tas mooi. Voor Revi en Leo nog wat lekkers. Nou, dat ligt inderdaad al klaar. Dikke kus van Floor. Liefs Floor met een laag streepje. En zij maakt dus zelf tassen. En eigenlijk toen ze me vroeg, dacht ik, ik heb genoeg teddytassen. Maar ik kan ook gewoon geen nee zeggen tegen teddytassen. Kijk hoe tof. Ik vind dit zo handig om mee te nemen. En ik heb alleen maar of een hele grote of een hele kleine. En dit is een perfect tussenmaatje. En kijk dat logo. Dit is echt prachtig. Echt heel erg leuk. Oh ja, en beide van mijn tassen hebben geen rits. En deze heeft een rits. Super groot. Zit er ook... Oh mijn god, er zit ook een zijvakje in met een rits. Die van mij zijn gewoon helemaal open. En ik mis altijd wel een vakje met een rits. Want als ik dan mijn camera er los in heb, maar ook mijn sleutels, dan vind ik dat niet fijn, want dat gaat krassen. Dus mijn sleutels kunnen dan gewoon lekker hier. En de rest kan er los in. Dit vind ik echt leuk. Dit is echt heel erg mooi gemaakt. Ze had ook verschillende kleuren, maar uiteindelijk ben ik gewoon lekker gegaan voor deze. Heel blij mee. Oh, dat vind ik echt heel leuk. Hier hebben we van lemonblossom.nl. Geen idee meer wat dat was. Dit zijn handgemaakte baby- en kindercadeaus. Kijk hoe leuk. Het is een citroentje met een blaadje. En dan is een rammelaar. Maar ik weet als ik het open ga maken dat de katten ermee vandoor gaan. Want die hebben hier een zwak voor. En dat vind ik zonde. Maar dit is dan van Troedel. En de rest is dan van lemonblossom.nl. Nou ben ik confused.
Wij hebben sinds een jaar een bedrijf in zelfontworpen kaarten. En we maken ook gepersonaliseerde kaarten voor bijvoorbeeld geboorte, huwelijk of verhuizing. Oké, dus dus wel ook van hunzelf. Dus ze verkopen kaarten, maar dus ook cadeautjes. En die zijn dan weer gemaakt door de zus, dus troedel.nl, @troedel.nl op Insta. Ik ben dus echt zo dol op kaartjes. Ik vind dat echt, ik ben nog echt een kaartstuurpersoon. En ik weet dat heel veel mensen dat niet meer zijn. En dit, oh, ik vind deze heel leuk. Dit is dus Merry Christmas. En dan is dit ook Merry Christmas. Dus ik denk dat ik voor dit jaar geen kerstkaartjes meer ga kopen. Oh, de achterkant heeft ook. Dit is ook Merry Christmas. Oh, en dit ook. Hè? Huh? Wat veel. Dan hebben we hier nog een dikke knuffel. Je bent de allerliefste. En dit is heel leuk om zomaar naar een vriendin te sturen. Er zit ook thee bij. Nou, wat is dit allemaal? Het zijn allemaal cadeautjes. Hier is You Go Girl. En dan zitten daarachter dus bloemzaadjes. En dit is dan Congratulations. Nou, ik vind dit echt heel erg leuk. Iets waar ik niet vaak bij stilsta is dat er dus ook bedrijfjes zijn die dit soort dingen maken. Want je koopt ze al heel gauw gewoon bij een boekhandel. Maar dat het eigenlijk heel leuk is om op deze manier bedrijfjes te supporten. Dus echt, mocht je nog geen kerstkaartjes hebben, neem hier even een kijkje. Want ze zijn echt heel erg leuk. En ook weer een houdertje erbij waar je de kaart in kan zetten. Ja, ik vind dit echt top. Dit zijn echt hele leuke dingen. Dan hebben we hier een moet wel kleding zijn. Dit is van Moby Fit. Oh ja, dat weet ik nog wel. Ik weet nou even niet meer of ik dit zelf heb uitgekozen of dat ze mij gewoon wat heeft opgestuurd. Het komt dus van moeyfit.nl. Gorgeous, gorgeous girls. Yes. Ik heb 2 setjes voor jou uitgekozen. Ik hoop dat je ze leuk vindt en dat ik de goede maat heb gekozen. We verkopen normaal maat S tot en met 3XL. En hopelijk hebben we volgende maand onze nieuwe collectie. Nou, dit ziet er al uit alsof ik dat helemaal lekker ga vinden. Oh, dit is toch helemaal heerlijk. Dit doet me echt denken aan vroeger. Dat waren toch van die popcorn truien. Heet dat zo? Popcorn? Ik vind de kleur echt prachtig. Ik denk dat ik veel vaker deze kleur zou moeten dragen. Het is dus een heerlijk vest. Hij voelt echt ontzettend fijn aan. Maar is dit dan een setje? Oh my god. Oh. Oké, ik zou willen dat je dit kon voelen, want dit voelt echt heerlijk. Ja, ik hoef niet eens te zeggen dat jullie zeer waarschijnlijk wel weten dat ik hier heel goed op ga. Van die pakken in dezelfde kleur waar je gewoon lekker mee door huis kan lopen. Ik heb dit nog nooit gevoeld. Het voelt een beetje als boter, maar dan niet vettig. Het is gewoon echt heel erg zacht. Oh, dit is ook een heerlijk vet. Oeh, kan ik deze kleur hebben of niet? Denk het wel. Ik heb dit helemaal niet. Het is ook echt een heel mooi vest. Kijk hoe mooi dit er allemaal uitziet. En ik denk dat dit dus een hele set is, want dit past erbij. Ik hoop dat dit heel rekbaar is, want anders schat je me wel heel klein in. Het zal wel heel rekbaar zijn. Ik vind het er wel heel goed uitzien. En daarbij dan ook een heerlijke joggingbroek. Oeh. Ik zit volgende week 8 uur lang in de auto. Dit zou toch een heel leuk setje zijn voor in de auto. Je kan die uitdoen als het te warm is. Je kan hem aandoen als het te koud is. Ik vind dit zo leuk. Mijn beide batterijen die zijn dus leeg. Dat gebeurt me echt nooit dat ze alle 2 leeg zijn. Dus ik moet nu denk ik om de 10 minuten even opladen. Heel vervelend, maar ik heb wel deze aangepakt. Oh, het lijkt net alsof ik hele memme heb nu. Joejoe, hij past. En hij zit zo lekker. En het vest ook. Dus ik denk dat dit inderdaad mijn auto-outfit wordt. Dus dat waren de items van Moby Fit. En er komt dus een nieuwe collectie aan. Dus houd in de gaten. Heel erg leuk. Het is niet zo heel veel meer. Dit is een boek. Die is uitgebracht door mijn mede-YouTuber Sarah Rebecca. En ik vind het zo leuk. Ik wist helemaal niet dat ze daarmee bezig was. En het is dus een kinderboek. Chameleon Cas. En op de achterkant staat Chameleon Cas dacht dat hij onzichtbaar was. Nieuwsgierig in elke wereld past hij zich aan. Maar toch weet hij niet goed waar hij moet gaan. Dan ontmoet hij ineens een stinkend stinkdier. En vanaf dat moment maakt hij pas echt plezier. Het ziet er echt heel erg mooi uit allemaal. Mij zit hier zoveel werk in. Het ziet er prachtig uit. Kijk nou, dat ziet er toch geweldig uit. Ja, dit gaan we vanavond lezen. Dus dat is ook zeker een tip voor de feestdagen. Eigenlijk alles wel, want ik vind het heel leuk om kleding te krijgen, maar ook om te geven. Iedereen wordt toch wel blij van een lekker vest of een lekkere trui. En als je op die manier bedrijven kan steunen die niet zo commercieel en groot zijn, is dat natuurlijk
natuurlijk hartstikke leuk. Dan heb ik hier een pakketje waar ik heel enthousiast van word. Want, wacht, ik ga hem eerst even openmaken. Namens Monique van der Vloed bied ik je een leuk pakket Soot gezichtsverzorging aan. Ze stond erop dat we alle producten waar zij fan is aan jou sturen. En dit is dus heel erg leuk, want Monique die volgt mij op Insta en ze had mij een keer een berichtje gestuurd met: hey, ik zie dat je last hebt met retinol, maar het wel zou willen gebruiken. Toen raadde zij dus de Bakuchiol aan. Ik kan dat nog steeds niet uitspreken. Van Soot Matters. En ik gebruik dat nog steeds samen met de rooswater die zij gestuurd heeft. Dat heb ik een tijdje geleden in een vlog laten zien. Ze vroeg of ze dus nog het een en ander meer mocht opsturen. Ook nu met de koudere dagen die eraan komen. Dat je huid gewoon even wat extra nodig heeft. En ik zie nu een hele lijst wat erin zit. En ik zie ook dat het echt heel veel is. En dit is echt zo fijn om te gebruiken. Het is zo goed voor mijn huid. En dan zit er Quilaan in. Een basisolie voor de gezichtsverzorging. Een face cream met een super zachte dag- en nachtcreme. Anti-aging drops. De functie hoef ik je denk ik niet uit te leggen. Dit is mijn persoonlijke favoriet. De reinigingsproducten zoals de cleansing oil. Daar had ik inderdaad soort van om gevraagd. Of ze daar ook nog een goede voor had. En een cleansing lotion. En dan nog een Thalasso mask. Dit is een poedermasker voor een intensieve dieptereiniging. Ik kan hem eventueel aanlengen met de cleansing oil. Dan blijft het zacht op je huid. Doe je het met de cleansing lotion, dan droogt het wat in. Dit is een merk wat ik anders nooit had gekend. Omdat het voor mij gewoon onbekend was. Joh. En daar heb ik dus nu zo een beetje alle producten van ontvangen. En het ziet er ook heel erg mooi uit. Want dit zijn dus alle flesjes. En hoe mooi is dit in je badkamer? Er staan er dus standaard 2. En nu kan ik gewoon een hele routine hiermee maken. Dit is de cleansing oil. Ik hou van cleansing oil. En hier had ik dus om gevraagd. En de rest heb ik er gewoon bij gekregen. Nou, echt niet normaal. Ik kan het niet allemaal vasthouden. Er liggen nog 2 flesjes op mijn schoot. Maar kijk dan. Ik kan hier gewoon een hele routine mee maken. Voorheen had ik een routine van wel 11 producten en ik dacht dat ik goed bezig was. Maar mijn huid werd alleen maar slechter en slechter. En sinds dat zij mij dat gestuurd heeft, gebruik ik het. En je kan oprecht het verschil merken. Als je vlogs kijkt van begin november, ik zat helemaal onder. En ik dacht dat ik goed bezig was en dat was ik dus helemaal niet. En toen had ik nog maar 2 producten van Soot Matters. En nu heb ik dus een hele lijn en ik kan echt niet wachten om dit te gaan gebruiken. En ook zeker een kijkje waard als jij dus ook struggelt met je huid en het idee hebt dat je goed bezig bent, maar dat misschien helemaal niet bent. Dit zijn gewoon natuurlijke producten, geen heftige chemicaliën. Echt heel erg fijn. Dan gaan we naar... Dit is van Flame Blends. Daar heb ik nogal moeite mee, want als je mij langer volgt, dan weet je dat ik een hele lichte slis heb. En met sommige woorden heb ik dan gewoon heel veel moeite. Oh mijn god, er komt een geur uit. Dit is hem. Flame Blends. Hebben we ook een website? Nee, ik denk alleen via Instagram. Dus die zou ik ook even linken. Oh, dit is ook super lief. Ze geeft een kortingscode weg van 10% met de code Rebecca10. En je kan dus bestellen via Instagram. Oh, dit vind ik ook altijd heel leuk als mensen dat erin doen. Er is zoveel weer. Jongens, jullie zijn echt gek. Kijk wat een mooie zakjes. Oh, dit is zo schattig. Volgens mij ruikt deze niet per se. Dit soort kaarsjes vind ik ook altijd heel mooi. Ik mag het niet laten zien op YouTube. Maar het is een Naked Woman. Ik kan even niet achterhalen of hier nou geur aan zit. Een van mijn favorietjes. Een kerstboom. Dit is zo leuk. Ja, deze ruikt wel. Dat is overduidelijk. Een beetje een pepermuntachtige geur, maar niet overheersend. Ruiken denk ik die andere niet. Want die was echt overduidelijk. Ah, oh, hij is stuk. Oh, dat vind ik zo jammer. Het is een rendier. Hij is alsnog schattig, maar deze hoort hier te zitten. Oh, dat vind ik zo jammer. Kijk nou. Heel erg lekker. Dat is echt zo'n kerstige geur ook, hè? Oh, ik vind het echt heel jammer. Maar ja, dat kan gebeuren met de post. Het zit zo super goed ingepakt. Dus ik snap er niks van. Ik kan deze wel natuurlijk nog steeds in een waxbrander doen. Dus dat je hem alsnog hebt qua geur. Dan hebben we hier een leuk zilverpakketje. Een raceauto. Maar er zit helemaal niks bij. Gewoon een doosje. Had ze een doosje nodig? Dat zou ook kunnen. Ja, want er zit wel nog het een en ander in wat niet op een raceauto lijkt. Waarschijnlijk iemand die mij ook wel heel goed volgt. Want dit is mijn favoriete winterthee. Hoi lieve Rebecca, super bedankt dat ik je eindelijk iets mag opsturen. Ik kijk je video's al jaren en vind het geweldig hoe eerlijk en oprecht je altijd bent. In het pakket zit het volgende. Een zelfgemaakt armbandje. Mijn favoriete thee.
dat is ook mijn favoriete thee. En mijn favoriete sieraad, wat ik zelf ook bezit. Het sieraad is wel zilver, maar naar mijn mening hoort deze ook zilver. Dus hopelijk ben je er blij mee. Dikke knuffel. Ik wil wel graag anoniem blijven. Oké, dan houden we het anoniem. Er zitten armbandjes in die ze zelf heeft gemaakt. En dit vind ik ook gewoon zo cute. Ik vind het gewoon heel lief dat iemand dit voor mij gemaakt heeft. Echt heel cute. En ik zag dus een Pandora doosje. En toen dacht ik echt, nee, je hebt toch geen Pandora voor mij. Maar kijk. Echt heel erg mooi. Ik heb alleen even gekeken hoe dit werkt. En ik heb geen idee. Het is een super leuk armbandje. En ik zie bij steeds meer vrouwen zilver en goud gecombineerd. Maar ik weet ook niet hoe dit open moet. Ik heb gedraaid. Ik heb licht getrokken. Zo krijg ik hem niet om. Maar ik denk dat hij op een manier open moet gaan. Maar ik vind het echt heel erg lief. Niet normaal. En ik denk ook dat hij bij deze kleur dus heel leuk zou staan. En nu zijn we dus altijd aan elkaar gelinkt. Want jij hebt deze dus ook. Dus dan zijn we toch een soort van besties. En toch stiekem blij dat het geen raceauto was. Dan hebben we hier een goud pakket. En dit is... Oh, dit is een PR pakketje. Ja, is dit dan wel leuk om hierin te doen? Dat denk ik eigenlijk niet. Dat haalt een beetje het effect weg van de bedrijfjes. Dus dat doen we niet. Want dan krijgen we ineens ook echt merken. Maar ik zal beloven dat ik dat dan alsnog in een video laat zien. Maar dat is dan gewoon nadat wij terug zijn van onze mini vakantie. Hier heb ik een adventskalender. En ik baal dat die heel laat kwam. Tenminste, ze heeft hem op tijd gestuurd. Daarna gingen wij naar New York. En toen is hij dus bij buren terechtgekomen. En... ik heb het haar laten weten. Ik heb hem wel eindelijk. En ik hoop ook eigenlijk voor jullie dat hij nog steeds te koop is. En ze maakt het dus helemaal zelf. Mijn batterij knippert weer. Ik moet gaan wisselen. De brief die ga ik voor mezelf houden. Maar er zit dus ook nog een doosje in met verjaardagscadeautjes. Maar er zit dus nergens bij wat het is. Dus ik weet het ook. Oh, dit is zo mooi. Ik zou zeggen, oeh, avonturijn. Maar zo goed ben ik niet met mijn edelstenen. Dit is rozenkwarts, dat weet ik wel. En het is een hartje. Dit soort dingen hou ik dus heel graag gewoon bij me. Volgens mij heb ik bijna elke dag wel een edelsteen bij me. Dus die laat ik ook gewoon lekker zitten. Er zit één stukje in wat echt in heel veel stukjes ligt. Dus ik laat hem erin. Ik denk dat het zwarte tourmaline was. Wat ik wel heel graag nog wil hebben. Maar helaas is het stuk. Verder nog een stuk. En dit vind ik ook heel mooi. Is dit piriet? Volgens mij is dit piriet. Want ik kreeg een keer een stukje van Sanne. En toen dacht ik, wat is dit in godesnaam? Dit is zo mooi. Ik kan je nu niet vertellen waar de stenen voor staan. Maar ik weet dat ik hier toen heel veel over gelezen heb. En dat het echt een hele fijne, mooie steen is. Maar deze is echt het mooiste wat ik ooit heb gezien. En ook nog een thee-ei. Tenminste zo'n safe. En die van mij is dus stuk gegaan tijdens de verhuizing. Dus ik ben heel blij dat ik een nieuwe heb. Dit zijn echt hele leuke dingen om te geven voor de feestdagen. Aan iemand die dus helemaal into de edelstenen is. Er zit ook nog een pen bij van dus haarzelf. Janice Rocks. Staat natuurlijk ook even in de beschrijving. Met steentjes erin. Hoe leuk. Dit gaat in mijn tas. Ik ga hem nu gelijk zo in mijn tas doen. Oh, het zijn weer candy canes. Oh, dit is leuk. Oké, ik was bang, want het voelde dus weer stuk. Maar dit vind ik niet zo erg. En dan dus de adventkalender. En ik mag 10% korting weggeven. Ik weet dus alleen niet of ze nog heeft. De code is in ieder geval ADVENTQUEEN10. En daarmee kan je dus bestellen. Misschien doet hij het wel nog. Ik hoop het. Ik wil hier wel nog heel graag even een aparte video over maken. Maar ik ben best wel vaak gevraagd om adventkalenders te openen van edelstenen. En tegen eigenlijk 9 van de 10 mensen zei ik nee. Want die adventkalenders komen rechtstreeks van de groothandel vandaan. En dat vind ik gewoon niet leuk. En ik weet dat Janice dus alles zelf samenstelt. Dus haar favorieten zitten erin. De mooiste stukken zitten erin. Ik vind dat heel erg bijzonder. Dus tegen haar zei ik, ja, die wil ik heel graag ontvangen van je. Kijk even hoe prachtig dit eruit ziet. En je hebt dus een grote adventkalender en een kleine adventkalender van 12 dagen. Maar dit is echt heel erg mooi. Dan hebben we hier nog 2 mega dozen. Daarvoor moet ik even aan de kant. Ik dacht dat ik geprankt werd toen deze dozen binnenkwamen. Want ik zag de afzender en het was zo groot. En toen ging ik opzoeken waar het van was. En toen was het dus chloor. Voor in je zwembad. En toen dacht ik, iemand heeft mij gewoon chloor zitten sturen. Dit vind ik zo onaardig. Maar dat is dus helemaal niet zo. Iemand had mij benaderd op Insta dat haar vader dus zelf van die girlandes maakt. Allemaal woorden die ik gewoon niet goed kan uitspreken.
En hij maakt daar niet echt reclame voor. Hij verkoopt via Bol. En ze vroeg of ze wat mocht opsturen. En toen dacht ik, dat lijkt me alleen maar heel erg leuk. Veel plezier met onze items. We hopen dat het de kerstdagen extra leuk maakt. Zo kan je ze dus ook vinden op bol.com. Dus dat is ook wel handig om te weten. Ik ga het even allemaal uitpakken, want dat bespaart ook wat batterij. Er is mij een hele collectie toegestuurd aan kransen. En aan girlandes. Het is echt niet normaal. Al die dozen staan nu daar. Maar ik begin even met deze geweldige sokken. Dit is dus met teddystof. Ik vind ze zo schattig. Wij hebben dit dus nog helemaal niet. Maar dan wat hier allemaal voor mij ligt. Het is heel toevallig. Want ik zei nog tegen Mitchell. Onze overbuurvrouw heeft altijd een hele mooie krans. En dat wil ik ook. Maar alles wat ik vind ziet er gewoon niet uit alsof je dat ook daadwerkelijk buiten kan ophangen. Moet hem alleen nog even wat mooier fluffen. Maar het heeft natuurlijk in een doos gezeten. Dus dat, ja, dat is nou eenmaal zo. Maar kijk even hoe mooi dit is. En bij elke krans komt dus al een ophangsysteem op. Dus dat je hem kan ophangen. Deze vind ik echt heel erg mooi. En er zitten dan ook lichtjes bij. Ik denk alleen niet dat deze buiten kunnen. Deze met dennenappels. En die heb ik dan in verschillende formaten. En deze kan dus wel buiten. Want ja, dat zie je aan dit dingetje. Ik vind dit, nou ja, dit linkt mij aan. Oh, dit kan ook buiten. Ja, ik denk dat ik deze ook wel heel leuk vind voor buiten. En daarbij dan dus ook nog allemaal van die girlandes. Ik laat het wel even zo dicht, omdat het anders echt een chaos wordt hier. En dat is het al. Je wil niet weten hoe het er nu uitziet. Dus ik weet nog even niet waar ik deze ga laten, maar ik wil hem sowieso ergens doen, want ik vind die besjes eraan echt ultiem kerst. Misschien langs de trap, dat dat ook nog een leuk idee is. Ook nog eentje zonder poespas eraan, maar ik vind juist die poespas heel erg leuk. Dus dat is die. En dan verder dus nog allemaal andere kransen. Ik vind ze echt heel erg mooi. Dat zij dus mijn oproep zag op Insta en daarbij dacht aan haar vader, dat vind ik echt heel erg leuk. En ik denk dat dat het voor nu was. Zeg ik alsof ik waarschijnlijk niet 3 kwartier à 50 minuten gefilmd heb. Dit was echt insane wat ik allemaal heb ontvangen. Ik vind het niet normaal. Maar ik ben er echt heel dankbaar voor. En ik vind het heel leuk dat ik dit heb mogen doen. Ik hoop dat ik de juiste linkjes allemaal gebruik. Zo niet, dan moet je even contact nemen op Insta van hey, dit is mijn juiste link. Pas ik het met alle liefde voor je aan. Dit was in ieder geval alle pakketjes die ik van jullie heb gekregen. Heel erg bedankt daarvoor. Ik moet eerst deze chaos gaan opruimen. Oh, het is heel erg. Ja, aangezien het een vlog is, ga ik het ook gewoon laten zien. Want dat hoort er ook een beetje bij, toch? Als de kinderen straks thuiskomen, hebben ze echt geen idee waar ze in zijn beland. Kijk dan, hier zat ik. En hier heb ik alles om mij heen gebouwd. Hier dan alles wat naar boven kan. Dus waar ik de juiste informatie van heb. Zo van, dit gaat mee. Het boek ligt al apart. Hier alle overige karton. Kleding, het speelgoed wat ik nog apart wil houden voor de katten. Ja, dit is echt wel intens. Ik heb genoeg cadeautjes gehad voor 2 jaar. Dit is echt intens. En dan hebben we dus alle PR-pakketjes die daar nog allemaal liggen. En onder de stoel nog niet eens gehad.